weg geweest. Ja. Djawad Charoen, 2 keer gescoord. Lekker man. Ja. Wat gaat er door je heen vandaag? Voor mij is het belangrijk dat we die 3 punten pakken. En die 2 doelpunten, dat is natuurlijk wel super lekker. En ik ben er super blij mee eigenlijk aan die 3 punten natuurlijk. 3 punten inderdaad. We stonden vrij snel met 1-0 achter. Ik dacht even, oh jee, dat gaat niet worden vandaag. Toch heeft OJC zich herpakt. Na de rust zeker de tweede helft veel beter laten zien. Vertel, is er iets speciaals gezegd door de trainer tijdens de rust? Ja, kijk, de eerste helft spelen we met vlagen wel goed. Maar toch slordig met in balbezit af en toe. Waardoor we toch uiteindelijk een doelpunt tegenkrijgen. Maar de tweede helft inderdaad, de trainer ons toegesproken. En tenminste een schop onder onze hol gegeven. En dan zie je dat we de tweede helft gewoon gelijk fel beginnen. En gelukkig ook gelijk 2 keer scoren. 2 keer scoren inderdaad. En die tweede was helemaal lekker. Een voorzet van Max. En je kopte hem er mooi in. Goed, een aantal seizoenen geleden heb je ook bij ons gespeeld. En nu weer terug bij ons, zoals ik al zei in het begin van het interview. Wat is het verschil met toen? Ja, kijk, het verschil met toen, we speelden natuurlijk met veel meer ervaren spelers. Nu speel je met jonge jongens. Ik was ook wat jonger natuurlijk en nu ben ik een van de ouderen. Dus de trainer verwacht ook van mij dat ik een beetje de kar ga slepen. En daar doe ik mijn best voor. Hartstikke goed. Ja, je hebt zeker vandaag het team op sleeptouw genomen. Op een gegeven moment ben je gewisseld, want ik dacht dat er een blessure was. Was dat ook zo? Ja, dat klopt. Ik loop al een aantal weken, ik ben nog niet helemaal fit. Dus ik loop al een aantal weken met een blessure die ik heb opgelopen bij Roda Boys uit. Daar loop ik al 3 weken mee. Dus na een half uur dan voel ik hem al lichtjes opkomen. Dus ik ben nog niet helemaal fit. Maar ik ben blij dat ik in ieder geval de, volgens mij, 65e minuut heb gehaald. En met een voorsprong naar binnen kon. Dus daar ben ik super blij mee. Zeker, hartstikke proficiat. 2 doelpunten, ondanks nog niet helemaal fit te zijn. Djawad, ik wens jou heel veel succes komend seizoen. En ik hoop nog veel meer doelpunten voor je te kunnen zien het komend seizoen. En heel veel succes. Top, dankjewel. Gaat ook gebeuren. Bedankt.